Mijn naam is Randy Hereman. Ik ben met een bedrijf begonnen dat heet The Vegan Entrepreneur. Met als doel om vegan entrepreneurs te creëren en vegan entrepreneurs te ondersteunen. En met name door middel van de nieuwe media. Nou, ik ben een storyteller, speaker, content creator, youtuber, digital marketing consultant, life coach, vegan activist en entrepreneur. Ik vertel straks meer over mezelf. Uh, ik wil eerst gelijk erin gaan over het onderwerp. En tijdens de presentatie zie je... Uh, ja, vanzelf meer. Het programma, we gaan eerst praten over de nieuwe digitale wereld. Dus technologie neemt alles over. En daar wil ik jullie vandaag een kijkje uh, mee nemen. En wat zijn nou de consequenties? Uh, hoe gaat dat en wat kan je verwachten? Hoe is dit nou in Nederland? De banen van de toekomst, waar moet je op focussen als je jezelf nu wil voorbereiden voor uh, de toekomst? Want de, st ja, de statistieken liegen niet. En ik zal jullie straks laten zien over hoeveel invloed technologie nou daadwerkelijk heeft in onze maatschappij en met name ook social media. Uh, social media en veganisme, hoe komen die twee samen? De reden dat ik veganist ben geworden, 100% social media. Zonder social media, zonder YouTube, zonder Instagram, had ik nooit veganisme ontdekt. Voor mij was veganisme gewoon iets van geitenwolle sokken en dat is achteraf helemaal niet logisch. Maar goed, uh, daarna het businessmodel van YouTube. Hoe werkt nou eigenlijk het businessmodel? Hoe verdienen deze mensen nou geld? Hoe, uh, kan jij als coach of als uh, ondernemer, digital marketers, hoe kan je daar nou gebruik van maken? En tot slot hebben we nog een QA, dus mocht je vragen hebben, wacht daar even mee. En dan uh, gaan we daar zo meteen, uh, ja, hopelijk voor jullie beantwoorden. Um, een nieuwe wereld, een menselijke evolutie. We ga, zijn op dit moment in een tijdperk waarin alles verandert. Alles wordt overgenomen. Je kan het zien, iedereen heeft de aandacht op de mobieltjes. Je ziet mensen hier op evenementen rondlopen te vloggen. En je kan misschien denken, wat een idioten, maar er zit een gedachte achter. En ik hoop jullie vandaag een beetje mee te nemen in die gedachte. Um, om te beginnen, dit is Rudy Carson. En Rudy Carson runt een van de allergrootste human resources bedrijven in de wereld. Tijdens de, mijn voorbereiding voor deze presentatie kwam ik op dit filmpje. En ik wil je even meenemen in een stukje wat hij daar zegt. Can you freaking believe it? We're actually living in the golden age of our species. Het beste moment om te leven als mens is vandaag. Daar is geen twijfel over mogelijk. I'm in awe with what we have done. If you and I were chatting about this ten years ago... And, I, and having conversation... and you told me that there would be a car built on a software platform... that I could summon with my smartphone... and could do 0 to 60 miles in this geval in 3 seconds, travel 300 miles, have no gas, run on electricity... Let the car park by itself and fuel itself with the hose in the garage. You think I would believe it? No freaking way. Onmogelijk dat wij tien jaar hebben gedacht dat we zelfrijdende auto's hadden die alles voor ons overgenomen En dit heeft gigantische consequenties. Maar wat dacht je van alle banen in de auto-industrie en de mensen die rijden? Albert Heijn-bezorgingen. Uh, en het, het is niet alleen een toekomst, het is er al. De digitale wereld. Het internet is nog maar 10.485 dagen oud. En dat is dus 28 jaar. Om dat even in context te schetsen: de moderne mens zoals wij nu zijn, is geschat ongeveer 200.000 jaar oud. En onze aarde is zo'n 4,5 miljard jaar oud. Dus technologie, internet, al die dingen, wij zijn, hoeveel we ook denken te weten, we weten nog helemaal niks. We hebben nog geen idee waar dit exact naartoe gaat en hoe dit gaat groeien. En dat is best wel eng. Uh, we leven inmiddels met meer dan 7 miljard mensen op deze aarde. Waarvan 3,2 miljard mensen al geconnect zijn met het internet. Facebook, leuk feitje, bestaat pas 13 jaar. Het is zo in onze maatschappij geïntegreerd dat als we wakker worden... We checken even Facebook. Als we thuis komen van het werk, we kijken even Facebook. Maar het is nog maar heel nieuw. De iPhone, de smartphone, dus altijd alles, alle informatie bij je hebben in je broekzak... Is ook nog maar tien jaar oud. Als je kijkt naar de groei van Facebook, dan zie je dat Facebook een enorme groei heeft gemaakt. En dit is biljoen, dus miljard. Ze zit al over, en dit is een in principe oude statistiek alweer. Begin 2017 raakte ze de 2 biljoen aan, en nu zit ze er al dik boven. Dat wil zeggen dus dat meer dan 30% van de mensen op deze wereld connect zijn met Facebook. En meer dan. Even kijken of we waren nou, 3,5 miljard, zeg maar zo'n ja, 60, 70 procent van de mensen die geconnect zijn met internet. zijn geconnect op Facebook. Wie hier heeft een Facebook-account? Nou ja, ik schat dus 98 procent in deze Kamer. In augustus is gemeten dat op, dit moment actief, op dat moment actief 1,2 miljard actieve websites waren. En dan is dus de grote vraag: op welke websites. Besteed jij nou de meeste tijd? En als je dat optelt en erover na gaat denken, zul je zien dat social media de grote winnaar is. De meeste tijd wordt besteed op Facebook, Instagram, Pinterest, uh, wat ook maar, want daar komt alles van het internet samen. Dat is de kern waar jij als kleine website jezelf gaat promoten om traffic te gaan genereren naar jouw eigen website. Dus Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Puur uit interesse. Wie van jullie hier is geconnect aan één van deze platformen? Nou, dat weten we al bijna iedereen. Iedereen dus? Wie meer dan twee? Meer dan drie? Dus ik zie hier vier mensen in de zaal die niet aan drie of meer van die platformen geconnect zijn. Dus je kan zien wat een enorme impact dit heeft. Nog zo'n extreme tijd. Uh, ja, consument, ik weet niet hoe je het zou noemen, maar Netflix, Spotify Apple Music, wie van jullie gebruikt een van deze services? Dus als je om je heen kijkt, zie je gewoon dat dit is gewoon de wereld waar we nu in leven. Hoe is dit nou eigenlijk in Nederland? 99% van de jongeren van 30, tussen de 13 en 18 jaar heeft een smartphone en per dag besteden ze ongeveer 7 uur en 42 minuten aan media. Niet aan hun smartphone, aan media in het algemeen. Ik bedoel, de oude generatie zegt gelijk, het is heel veel. Maar. Mijn ouders keken ook heel veel tv. Mijn ouders lazen ook de krant. Dat zijn ook media's. Het is alleen dat het, het verandert, het evolueert. Dus. Het 7 uur 42 minuten. Het enige wat je wel moet beseffen. is dat 7 uur en 42 minuten per dag. stellen wij onszelf toe in staat. om andere informatie naar ons te laten stromen. Dit kan natuurlijk positief zijn. of negatief. Dat hangt puur vanaf welke informatie je zelf uh, consumeert. Als we dat. We gaan kijken volgens de statistieken, en dit komt van uh, het Mediatijd geloof ik. Um, dit is op social media gebruik, gemiddeld 2 uur en 15 minuten. Communicatie, 2 uur en 12 minuten. Muziek luisteren, zo'n anderhalf uur. Gamen, drie kwartier. En het gewone internet, nog geen 20 minuten. 4,5 uur daarvan is op mobiele apparaten. Als we dit kijken in Nederland zijn we nu ongeveer op 17 miljoen mensen. Dan zie je ook dat uh, ja, WhatsApp is gewoon de absolute populairste, uh, het populairste platform. En Facebook heeft nou ja, bijna iedereen gewoon in Nederland heeft Facebook. Het, is, het zijn maar 6 miljoen mensen op dit moment die nog niet geconnect zijn aan Facebook. En dat vind ik een bizar. Dat vind ik, sorry? Nee, dit is, um, uh, ja, hier zitten wel baby's bij de 17 miljoen. En die zitten nog niet geconnect daar. Dus ik denk, ja, daar zitten baby's bij. Dus als die opgroeien, zullen er ook nog wel bij komen. Daar heb ik inderdaad niet naar gekeken. Scherp. Dus als je dus ziet ook de groei van social media. en hoe snel dit stijgt. zie je ook dat het gewoon alleen maar sterker en sterker wordt. Als je kijkt naar Twitter bijvoorbeeld. Twitter is redelijk gestagneerd. maar wel heel stabiel gebleven. Dus Twitter is, zeggen we, matured. Twitter is waarschijnlijk gewoon, heeft nu een hele stabiele basis van mensen die het gebruiken op een specifieke manier. Want wat ook heel interessant is, hoe je YouTube gebruikt is een heel ander platform dan hoe je Facebook gebruikt of hoe je Snapchat gebruikt. De jeugd is heel goed in het leren begrijpen van hoe je nou dingen gebruikt. Instagram bijvoorbeeld heeft stories. Stories zijn fantastisch om nu gewoon even een moment, een live moment opname te doen, zodat ik kan delen hoe ik hier sta met de mensen. Terwijl YouTube is meer een vorm van documentatie. Hé, hey, een dag fetchfest, hoe ziet dat er nou uit? Kunnen mensen later weer terugkijken? Facebook is een beetje een platform waarin je gewoon je nieuws gaat pushen. En je, je content van je eigen website gaat promoten. Dus ieder platform heeft zijn eigen manier van communiceren. En dat is best wel heel interessant om in te gaan. Zeker als je wil ondernemen of gaat ondernemen. Want waar moet je nou eigenlijk zitten? En daar komt deze sheet heel erg goed bij kijken. Want als je ziet. Als jij adverteert naar 40-jarigen. Moet je niet actief gaan zijn op Snapchat. Maar is Facebook een enorme kandidaat. En Facebook is zo bijzonder, want je hebt het misschien wel eens gehad dat je gaat shoppen op een Zalando, of een Bol.com, of een andere website. En in één keer ga je naar je Facebook toe en je ziet precies de dingen die jij hebt opgezocht op het internet. Dat komt omdat ze een pixel hebben. En die pixel die wordt geregistreerd op jouw computer. Daarna kan Facebook lezen dat jij op die website bent geweest. En op die manier kunnen ze verkopen. Ze kunnen het zelfs zo specifiek doen, dat op het moment dat jij een product in een winkelwagentje legt, ze jou gewoon een e-mail kunnen sturen en zeggen... hé, hey, weet je nog, je hebt dat in je winkelwagentje gelegd. Of dat je dat betaald hebt en dat ze weten dat jij dat leuk vindt... dat ze daarna tegen jou dat product gaan adverteren... omdat dat product gerelateerd is aan hetgene wat jij hebt. Technologie creëert zoveel data... wat het hele spel van ondernemen gewoon totaal verandert. De gewone ondernemer die in de echte wereld onderneemt... en niet zichzelf investeert om te leren hoe je om moet gaan... met deze tools en technieken, die verdwijnt gewoon. Want zoals je kan zien, technologie... Aged-up noemen we dat. De mensen die ouder worden komen langzaam en zeker ook daarbij. En ik kan dat bijvoorbeeld heel mooi zien bij Facebook. Dat de generatie toen Facebook is begonnen, dat is een beetje deze klom. Maar langzaam werd het ook toegankelijk voor de oudere mensen. En waarom? Als mijn kleinkinderen of mijn kinderen op dat platform zitten, ik als opa en oma ga natuurlijk ook op Facebook zitten, want ik wil zien wat mijn kinderen doen. Ik wil connecten. En dat is eigenlijk wat het hele internet is. Het internet is niet iets evils of iets dergelijks. Het is gewoon een manier om makkelijker te connecten. Met mensen. We moeten alleen nog leren hoe we ermee omgaan. Want het bestaat pas een aantal jaar. Dus het is best wel heel erg moeilijk dat we in één keer zoveel informatie, 7,5 uur informatie, zo constant naar ons toe krijgen. En dat is vooral de challenge voor ons in deze toekomst. Social media verandert ons niet, het laat slechts zien wie wij daadwerkelijk zijn. En je ziet zoveel mensen die nemen allemaal selfies en die posten alleen maar dingen over zichzelf. Over hoe goed ze het eigenlijk hebben. Terwijl je weet dat in het echte leven ze niet zo blij zijn. Maar ze willen een filter laten zien van andere mensen. Naar mijn gevoel is dat heel veel onzekerheid. Is dat heel veel, ik moet bevestiging krijgen. Ik moet mensen hebben die mij zeggen: dit is goed of dit is wel goed. Of meisjes die. Uh, en de druk ligt heel erg hoog, zeker onder de jeugd. Dat ze gewoon een meisje een foto uploadt. Als ze niet binnen een half uur 100 likes heeft, is de foto eraf en wordt er opnieuw een uur gespendeerd om die foto te uploaden. Nou, is het aan de ene kant heel gek. Aan de andere kant ook niet. Want je zet jezelf wel in een publiek, net als ik hier sta, voor een x aantal mensen. En je stelt jezelf best wel kwetsbaar op. Maar hoe we hiermee omgaan, dat is iets wat we gewoon nog moeten leren. En het is heel mooi, want je kan heel goed zien, in mijn familie zie ik heel duidelijk wie zeker van zichzelf is en wie niet. Want ik zie gewoon wat ze doen op social media. Hoe ze zichzelf verkopen op social media. Want iedereen, of je het nou leuk vindt of niet, je bent een PR-bedrijf vandaag. Je bent alles wat je doet gedocumenteerd. Dit wat ik nu doe, film ik. Dus dit komt straks op mijn YouTube-kanaal. Als ik over tien jaar dit gesprek terug wil kijken, alles wat ik nu zeg. Kan tegen mij gebruikt worden over tien jaar. Ja, dat is eng. Maar aan de andere kant, wat ik nu weet, vertel ik. En wat ik morgen leer, ik ben altijd open om te leren. Het, het, het evolueert zo snel. En de dingen die ik vandaag zeg. Uh, Snapchat was begin dit jaar de perfecte tool om te markten. Want het was goedkoop. Het had veel aandacht. En het was enorm opkomend. Toen kwam Instagram met stories. Alle aandacht van Snapchat ging weer naar Instagram. Dus uiteindelijk, als je in een business bent of market of, of een volging wil opbouwen. Let op waar de aandacht is. Niet hetgene waar jij aandacht hebt, maar waar is de aandacht van jouw doelgroep? En weet dat dat altijd verschuift. Facebook is nu de grote winnaar geworden, maar straks komt virtual reality. Wie gaat winnen in de wereld van virtual reality? Het, de veranderingen gaan zo hard en voor ons is het zo moeilijk om daarbij te blijven. Dus wat is er dan voor de toekomst? Hoe ziet onze toekomst eruit? Nou, allereerst we krijgen zelfrijdende auto's. Wie hier zou comfortabel zijn op dit moment om in een auto te zitten waar je niks hoeft te doen? Ja, ik zou ook heel comfortabel zijn. Heb je wel eens gezien hoe de mensen rijden tegenwoordig? En wie hier in deze kamer heeft wel eens een WhatsAppje gestuurd achter het stuur? Goh, heel veel verantwoordelijke mensen in deze zaal. Um, volgens Business Insiders is bij 2020 zijn er al meer dan 10 miljoen zelfrijdende auto's. En... Volgens National Geographic zijn dit uh, drie kwart van alle auto's in 2040 zullen zelfrijdend zijn. En dit is ook in het betaalde transport uh, zo. Dus iedereen die nu chauffeur is of wat ik maar, heeft gewoon geen baan meer. En dan kan je zien hoeveel banen er gaan verdwijnen. Helaas heb ik daar geen research op gedaan, maar je kan het je voorstellen. Nee, maar... Ja, maar ik denk niet dat de vrachtwagenchauffeur de baan zal hebben. Ik denk dat de computertechnologie gast de wagen zal rijden. Want de vrachtwagenchauffeur hoeft niks te doen. De vrachtwagenchauffeur zijn skill is de route weten, is de auto besturen. Maar de computers doen allebei. Ja, maar er moet wel geladen en gelost worden ook nog. Denk ik. Ja, oké, okay, maar dat is logistiek. Dat is dan ja, okay. in de plekken zelf. Maar dat zijn robots. Ja, oh, ja, okay. Hij verschuift dan weer naar de... Amazon logistiek. doet... Amazon... En Alibaba en er is nog eentje, AliExpress, de drie grootste online retailers, de warehouses zijn allemaal robots. Alles wordt gedaan door middel van robots. Ik denk dat tegen de tijd ben ik niet meer. <laughs> dus dan komen we bij supercomputers. Twintig jaar geleden heeft de computer genaamd Blue geloof ik, um, heeft de schaakmeester in de wereld verslagen. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben een computer de regels van het schaken geleerd. En alle patronen. Op zich heel logisch dat een computer dat op een gegeven moment kan, want een computer kan beslissingen maken zonder emoties. Waardoor de computer altijd de optimale beslissing maakt voor het spel en niet gebaseerd op de tegenstander. En dat was in 1996. Maar nu is het deep learning en dit is iets totaal nieuws. Deep learning, dit is een spel dat heet uh, Go. En Google heeft daarvoor een bot of een computer gemaakt die heet AlphaGo. Go is een spel dat is ongeveer duizend keer moeilijker en technischer dan schaken. En het heeft de wereldbeste speler in vijf spelletjes. vier van de vijf spelletjes weten te verslaan. En het kost slechts twee tot drie weken voor de computer om dat te leren. Dus binnen twee tot drie weken is het allercomplexe spel in de wereld. de wereldkampioen, die heeft gewoon geen schijn van kans. omdat de computers slimmer zijn dan dat de mens ooit zou kunnen zijn. De AlphaGo, zo heette de computer. Nou, het, klinkt, het kan allemaal best wel eng klinken, maar het is heel positief en daar komen we zo meteen wel op. Um, de AlphaGo, hoe leert de AlphaGo? Het deep learning, de computer observeert twee spelers en die kijkt hoe speelt die computer nou, of hoe spelen die spelers nou. Daarna gaat AlphaGo kijken wat zijn de regels. Dus hij gaat zelf de patronen herkennen van de spelletjes die gespeeld zijn. Dus jij als persoon of computertechnicus hoeft niks te leren aan de computer. De computer leert het zelf. Daarna als de computer één keer de regels kent, gaat hij miljoenen simulaties runnen tegen zichzelf om alle mogelijke aspecten en situaties te analyseren. En zo het spel te masteren op een manier dat wij gewoon nooit zouden kunnen masteren. Het resultaat een computer die beter is dan de beste speler ter wereld in slechts weken. Dus wat heeft dit nou voor een impact? Wat zijn dan de banen van de toekomst? Waarom? Wat die computer doet, is die computer pakt als het ware alle data die er is... en die weet die data zo precies te analyseren... dat hij daardoor gewoon veel betere beslissingen kan maken... dan wat wij ooit zouden kunnen doen. Maar een computer is niet in staat om... de computer weet alleen wat hij leert. Hij kan niet de, de, de dots connecten. Hij kan niet mensen bij elkaar brengen. Dus er komen andere banen. De, de skills en de vaardigheden die moeten zijn, zullen veranderen. En wat je nu al ziet op het internet... Uh, wie het wel eens op internet gezien gratis webinar, of gratis e-book, of gratis? Dat dat komt omdat de hele wereld, de digitale wereld, je zult meer moeten doen. Het gaat erom hoeveel waarde kan jij genereren voor de ander, voordat je iets voor jezelf wil hebben. Dus de wereld wordt veel minder selfish, omdat de markt zo toegankelijker wordt. Uh, digitale services, creators, animators, visionaries, entrepreneurs, mensen die communities bij elkaar kunnen brengen en mensen die leiding kunnen geven, of mensen die mensen kunnen entertainen. Alle, de meeste banen die zo saai zijn, die wij nu hebben, zoals achter een computer zitten en iets doen, terwijl een computer dat zou kunnen doen, het is natuurlijk een veel betere oplossing dat de computer dat doet en dat wij vrije tijd hebben om iets te doen wat ons meer waarde geeft dan acht uur per dag achter een computer zitten. Dus wat dit allemaal gaat doen voor ons, is dat het ons veel meer vrijheid gaat geven. Dat is ook waarom er zoveel debat is tegenwoordig over moeten wij um, uh, iedereen standaard een salaris bieden. Moeten wij een basisinkomen gaan creëren? En wat gaat dat doen met de toekomst van ons? Maar goed, dat zijn vragen, daar gaan we nu niet op in. Dus leiders, dat is hetgene wat we vooral nodig hebben. Mensen, net zoals de vrouw hierachter, er staat een um, uh, vegan church, staat hierachter. En zij zag gewoon een probleem. De christelijke mensen vinden het veganisme niet helemaal 100%. De veganisten vinden het christiane, of, uh, christianity niet helemaal 100%. Dus daar is een gat in de markt voor hun. Dus zij is daar een eigen community begonnen. Zij zegt, oké, okay, kom maar vegans die christian zijn. Kom maar bij mij en ik ga met jullie een leuke community creëren. Zodat wanneer jullie tijd hebben, jullie tijd bij mij kunnen besteden. En daardoor creëert ze dus allemaal waarde voor die mensen. Um, en het mooie van social media is, is dat wij dit allemaal gratis kunnen doen. Ik neem nu dit op, ik kan het gratis op YouTube zetten. Het enige wat ik nodig heb is een iPhone, ik heb een microfoontje. That's it. Dus... Als wij de skills leren die nodig zijn om om te leren gaan met deze technologie, biedt social media alles wat we nodig hebben, want alles is gratis. Wilde jij vroeger op RTL 4 staan, moest je door een heel proces en hadden mensen, gatekeepers, moesten jou toegang geven om daar jouw verhaal te gaan vertellen. Nu hoeft dat niet meer. Jij mag je verhaal vertellen waar je wilt, hoe je wilt, op wat voor manier je wilt, positief of negatief. Dat is uh, totaal aan ieder zichzelf. Nou, is dit het imago wat veel mensen hebben van social media? Social media eet jouw leven op. Social media is verslavend. Iedereen zit met zijn mobiele telefoon. En vooral deze social media stilt eigenlijk al je aandacht en beheerst jouw leven. Nou, is dit natuurlijk een manier hoe jij social media in jouw leven kan hebben? Ik bedoel, ik kan ook de hele dag naar een videoclub gaan en de hele dag Netflix kijken. Ik wil niet zeggen dat Netflix evil is. Het is mijn gewoontes, mijn habits, de dingen die ik doe. De manier hoe ik hiermee om leer gaan. Nou, is dat niet helemaal eerlijk? Want. Facebook en al die softwareplatformen zijn namelijk zo geengineerd dat ze zoveel mogelijk van jullie tijd willen consumeren. Dus alles, het is gewoon een race voor wie kan de meeste aandacht trekken. Facebook is er heel goed in. YouTube is er heel goed in. Daarom zijn die platformen zo groot. De autoplay feature. Jij scrollt op je tijdlijn. In één keer zie je automatische video. Ja, waarom? Omdat je, je bent sneller geïnteresseerd in die video. Als je ziet dat die daadwerkelijk loopt en dat je ziet wat er gebeurt, dan wanneer die niet loopt. Dus een ander voorbeeld, wat Facebook doet bijvoorbeeld. Elke post is niet fantastisch. Want als elke post fantastisch zou zijn, zou het niet meer fantastisch zijn. Dan is het normaal. Dus elke post, één op de vijf posts, zijn heel goed. En die andere vier zijn wat minder. Dus elke keer als jij scrolt en je ziet die goede post, dopamine gaat af in je hersenen. Die zegt, hé, hey, uh, kijken, kijken, oh wat vet. Dus als je niks te doen hebt, automatisch ga je op zoek, want je wil die dopamine hebben. En als je er niet bewust van bent, kan je er ook niks aan doen. Maar er zijn ook mensen die leren hoe ze om moeten gaan. En dat zijn de Digital Nomads. En de Digital Nomad lifestyle is een lifestyle waar we vroeger alleen maar van hadden kunnen dromen. Een huisje op balie, multiculturele vrienden. Met een laptopje aan het strand. En dit is niet speciaal, dit is niet raar. Het internet stelt ons in staat om waar te werken, wanneer we ook maar willen. En hoe we dat ook maar willen doen. It's all about making choices, zeg ik altijd. Jij kon vroeger geen auto rijden, jij kon vroeger geen fiets rijden, je hebt het ooit geleerd. Net zoals deze technologieën en deze hele nieuwe omgeving waarin we allemaal nieuwe dingen gaan leren. Wij moeten leergierig gaan worden. We moeten ons inzetten en zeggen dat de skills die we vroeger hebben geleerd, zijn niet meer relevant. Dus willen we iets hebben wat van waarde is vandaag, zullen we ook tijd moeten investeren om dat te gaan leren. En je leert het niet zomaar. Ik ben nu 30, ik ben al vanaf mijn dertiende bezig met het maken van websites en dat soort dingen. Dus ja, ik val met mijn neus in de boter wat dat betreft. Maar, it's all about making choices. Waar kies je voor? Waar ga je voor? Accepteer je dat je dit doet of ga je dat doen? Pak je je telefoon om te consumeren of pak je je telefoon om te creëren? Het is maar net wat je wil. Een stukje over mijn leven. Toen ik 17 was, was ik professioneel kitesurfer. Reisde ik de hele wereld over. Dan ben ik op Mauritius. Dat was mijn eerste keer, in tweede keer in Brazilië. Um, dit is. Alleen maar content creëren, content creëren wat waarde geeft voor je sponsoren, waardoor jouw marktwaarde omhoog gaat, waardoor je daarna geld kan krijgen van je sponsoren om de wereld over te reizen en meer van dat imago te laten zien, zodat potentiële kopers zich kunnen linken aan jouw imago en denken: hé, hey, wat vet. Uh, daarna had ik een kruisband bezuren, ben ik gestopt met pokeren, ben ik, of ben ik gestopt met kitesurfen, ben ik online gaan pokeren. Heb ik dat gedaan terwijl ik in Brazilië woonde? Heb ik vijf jaar lang in Brazilië gewoond? En eigenlijk is het alleen maar omgaan met grote nummers van data en statistieken eruit halen. Want je speelt tegen andere mensen die aan de andere kant van de wereld zitten via een computer. We hebben allemaal statistieken, allemaal nummertjes. Elke hand die je speelt is geregistreerd. Hoe ga je om met al die data? En hoe kan je dat vertalen naar praktisch advies? Dus hoe analyseer je grote kwantiteiten van data? Nou, wonen we illegaal in Brazilië. Dus toen ben ik een sandwich en smoothie bar begonnen. En. Uiteindelijk is mijn relatie kapot gegaan. Ben ik teruggegaan naar Nederland en heb ik die prachtige dame die daar zit ontmoet. En samen zijn we in april 2016 van de een op de andere dag veganist geworden. Uh, documentaire gekeken: Blackfish, daarna de Forks Over Knives, Cowspiracy, Gary Urofsky's speech. Allemaal in twee dagen. En ja, ik ben iemand die het dan 100% doet, dus het duurde ook niet heel lang voordat ik aan mijn digitale journey begon, want dat hele kitesurfen, ik wilde dat ik toen al was begonnen met het YouTube en alles, want dan was ik nu op een hele andere positie. Maar goed, het is nooit te laat. En toen ben ik begonnen met it's not salad. It. En it's not salad it kwam eigenlijk te even van veganisme. Iedereen denkt dat alleen maar sla het is. Nou, it's not salad. It. Het staat voor veel meer. Begonnen met uh, kookdemo, of, kook, of voedsels laten zien en denk, ah, dat kan ik wel doen. Maar ja, dat vond ik eigenlijk uh, helemaal niet zo leuk. En al snel kwam ik uit bij activisme. Ik ging de straat op. Ik deed straatinterviews. En het begon allemaal in Zwolle. Mijn vriendin aan het filmen. Eerste foto. Misschien kent iemand deze foto als je wel eens op YouTube zit. I love animals. Een jongen die een hond aan het uh, aaien is. En eromheen allemaal dode dieren die allemaal liggen. En dat is een beetje de ja, hypocritisme die het liet zien. En dat leed wel tot hele leuke gesprekken. Dus als je dat wil zien. Itsnotsalad.com En je komt gewoon uit op het YouTube kanaal. En daarna ging ik voor het eerst naar een sociale gathering. Allemaal mensen die ik via social media heb ontmoet, die zich allemaal hun vrije tijd, hun zaterdag inzetten, om in Amsterdam, hier was bij een Burgerfestival, daarvoor te gaan staan. En ik ben naartoe gegaan om een stukje te documenteren, een stukje content te creëren en daarnaast ook interviews te doen met alle mensen van het festival. En de reacties zijn bijzonder goed. Bijna, er zijn mensen die gewoon langslopen, maar de mensen die willen praten, je maakt echt een impact op die mensen. Ik, ik weet zeker dat ik minimaal tien mensen gewoon veganist heb laten proberen of gemaakt. En gewoon dat ze daarna berichtjes zetten onder mijn ding van, oh, was echt super cool. Dit en dat. Want heel veel mensen hebben gewoon hele goede bedoelingen. Het is alleen het verhaal wat ze aan zichzelf vertellen, klopt niet met het veganisme, dus is het niet goed. En dat is denk ik waar heel veel mensen hier tegenaan lopen. Um, daarna, het activisme vond ik fantastisch, maar ik besefte me eigenlijk dat activisme creëert awareness. Maar heel veel mensen zijn wel aware. En social media maakt heel veel mensen aware. Maar er zijn geen oplossingen. Dus we hebben meer ondernemers nodig. We hebben meer veganistische ondernemers nodig. Of content creators. Of wat ook maar. Die meer neer gaan zetten zodat het toegankelijker gaat worden. Uh, Christina, die dit festival organiseert, is fantastisch. Door dat festival kunnen wij hier zitten. Door dat festival kan ik hier staan. En het zijn door de mensen als Christina. En alle andere mensen, en ook de mensen die hier zitten. Deze jongens gaan nu een marketingbureau opzetten om vegan-restauranten te gaan vergroten. Er zijn zoveel mensen die zoveel goede dingen doen. En mijn doel is om die mensen daar een beetje bij te helpen. En Lilita was iets, dat is een heel ander concept. Ik heb, um, uh, hoe heet die film? Uh, weet jij nog? Van Leonardo DiCaprio, Before the Flot. Heeft iemand Before the Flot gekeken? Ja, nou, ik vond het echt een schokkende film. Toen ik die film zag, ik werd zo boos dat ik die avond niet eens geslapen heb. Ik heb alleen maar notities gemaakt op papier. Heb ik, ben ik lita gestart en wilde ik eigenlijk een soort, in mijn dromen, een Amazon creëren voor vegans. Met een vegan label. En dat iedereen daar makkelijker hun vegan dingen kon doen. Maar ik had geen idee van hoe dat nou daadwerkelijk zat met het hele ondernemen. En dat je daar echt. Miljarden voor nodig hebt om zoiets te creëren. Dus ik heb het een tandje naar beneden gedaan. Eigenlijk ons doel nu is om duizend animal shelters te openen onder de naam van Lelita. Door content te creëren voor non-profits, activisten en die mensen in een ja, wat meer awareness te creëren. Zodat we funds kunnen, een fundraising kunnen doen naar aanleiding van de documentaires die we creëren. Heel complex, het staat allemaal nog in de kinderschoenen, want het is, ik moet het opstarten. Maar daarom ben ik eerst begonnen met de Vegan Entrepreneur. Om zo mijn netwerk uit te breiden, de connecties te doen. Etcetera. Dus hier zie je eigenlijk de projecten die ik op dit moment doe. De Vegan Entrepreneur, dat is het, het helpen van huidige vegan ondernemers. De Young Human Club is mensen leren hoe ze moeten omgaan met die technologie. En uh, ja, zorgen dat ze gaan doen. Want het, het leren informatie is één. Maar het doen en jezelf die stap durven zetten om iets te gaan doen waarvan je het eindresultaat eigenlijk nog niet weet, is best heel moeilijk. Um, en dan Lilita, dat is eigenlijk hetgene waar het allemaal om gaat. En dat. Ja, run nu een heel klein beetje. Maar ik heb precies eerst focus op dit en daarna gaat dit zometeen lopen. Dus als het goed is, hoor je daar later nog meer van. Nu kan je zeggen: Ja, maar dat kan ik niet. Ik heb niet al die ervaring. Ik ben niet sinds mijn dertiende bezig. Ik heb dat allemaal niet gedaan. En ik zeg, net zoals ik net zei: De vegan entrepreneur we zeggen dat: You're only one choice away. Je bent maar één keuze weg om te zeggen: Oké, okay, vandaag ga ik een uur per dag in plaats van dat ik tv ga kijken, ga ik even inlezen over dit onderwerp. Ik ga mezelf wat verdiepen. Uh, hoe jij je dag indeelt is 100% jouw keuze. Maar als je je klaar wil maken voor dit, als je wil ondernemen, als je een succesvol iets wil hebben in de toekomst, zul je je tijd moeten investeren in het leren van deze skills. Um, veganisme en social media. Waarom is veganisme en social media dan zo belangrijk? Wie hier was zonder social media al veganist? Nou, wie is, wie is voor het eerst echt in aanraking gekomen met veganisme via social media? Nou, dat valt me nog mee, moet ik zeggen. Maar dat de helft van de zaal ongeveer. Uh, als je dus ziet waarom denk ik dat het heel goed is dat veganisten op social media zijn, is omdat ik denk dat veganisten vanaf de core, dit is gewoon een heel simpel shot wat ik van Google heb gehaald, hoor, over de human values en sub-values. En ik denk dat veganisme, en, of veganisten in ieder geval. Eigenlijk al deze dingen automatisch al afchecken. En wat ik zo mooi vind aan veganisten in het algemeen. is dat wij onszelf. of dat wij anderen. voor onszelf kunnen plaatsen. Wij kunnen zeggen. de bacon is misschien lekker. maar het is niet de moeite waard. The, 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 the juice is not worth the squeeze. Dus ik denk dat dat. Uh, ja, daarom denk ik dat, dat. dat veganisten die actief gaan worden. die gaan vloggen. die gaan praten. die hun meningen gaan delen. Die, Vertellen niet over hetgene wat ze niet moeten doen, maar juist, juist praten over wat je wel doet. Juist praten over hoe je wel eet. Juist praten over hoe het jouw leven verandert. Juist praten over de positieve dingen. Want dat is hetgene wat meer werkt dan praten over hetgene wat niet werkt of waarom iemand iets niet doet. Um, en als je wil connecten met mensen. Wie van jullie zit hier in een Facebookgroep? Ben ik heel benieuwd naar? Ja, ook nog niet iedereen. Als je wil connecten met mensen op het internet, op Facebook, zijn er zoveel Facebookgroepen. Als je alleen al ziet hier. 7598 members in één groep. Vegans in Nederland die met elkaar connecten, die met elkaar recepten delen, die met elkaar vragen beantwoorden, die met elkaar op zoek gaan naar de antwoorden die ze zoeken of anderen helpen hun antwoorden te vinden. Dit is de grootste, Vegan Nederland. Maar zelfs in Friesland hebben we een vegan groep met bijna 400 mensen. Dus elke Provincie in Nederland heeft zijn eigen vegan groep. Zoek hem op. Vegan met jouw provincie in Facebook. En je vindt een groep met mensen in de buurt die jouw lifestyle delen. Als je nou naar de Randstad gaat, zit het er vol mee. Amsterdam, dit zijn alleen maar ja, de, de eerste paar die ik heb gepakt die op het scherm pasten. Maar van kookklassen tot verkopen, tot appartementen verhuren, tot potlucks, tot meetups, tot gewoon vegan Amsterdam. Voor iedereen is er wat wils. En... Een groep beginnen, als er nou nog geen groep is voor jouw ambities, voor hetgene wat jij leuk vindt, dan je kan eens starten met de, knop, met, met de klik op een knopje Start een groep. Zo makkelijk is het tegenwoordig. Nu praten we over het effect van social media en veganisme vooral. Als je naar Google Trends gaat, dat is een website van Google waarop je dus kan zien hoe actief er gezocht wordt, dan zie je de enorme groei in, in, in zoekopdrachten naar het woord vegan. Om even uit te leggen hoe dat werkt. Boven zie je 100. Dat is het maximaal aantal zoekopdrachten voor dit onderwerp geweest. En wat je kan zien is, vanaf 2004 het is eigenlijk alleen maar stijgend. Tot nu waar het een klein beetje naar beneden gaat. Maar je ziet een enorme piek hier, begin 2017. En ja, de lijn is gewoon onwijs hard aan het gaan. Als je dit vergelijkt met vegetarisch... Vanaf 2004 is vegetarisch nog nooit zo populair geweest. Dat is best wel schokkend als je dat ziet ten opzichte van veganisme. En dan kan je zien hoe indrukwekkend veganisme is. Dat eigenlijk alleen maar groeit. En vegetarisch is nog, het is nog nooit boven zijn eerste, zoekopdracht geweest, boven zijn eerste maand zoekopdrachten geweest in 2004. Heb je ook kunnen herleiden waar die pieken van zijn? Ligt dat samen met Conspiracy? Nee, nou, ik denk. Het zou best wel kunnen dat die laatste piek door, nee, door um, What the Health kan komen. Dat zou best wel goed. Uh, Goed kunnen. Ik zie zo'n piek, dan denk ik altijd van hé, hey, daar zit een heel populair over het algemeen Amerikaans uh, ja. iets achter. Ja, Ik, ik denk sowieso uh, de, iets in de media wat er gebeurt over veganisme, 100%. Dat is, uh, dat is iets. De, uiteindelijk de media controleert wie we zijn. De media vertelt ons de verhalen. Als je al ziet dat wij 7 uur en 42 minuten per dag aan media consumeren, dan zie je ook dat alles wat de media ons vertelt, dat het dat shaped wie wij zijn. Dus als wij onszelf omringen met alleen maar deze mensen die positieve invloeden hebben, positieve gedachten hebben gaan we ook een stuk positiever in het leven staan? Dan je je bent uiteindelijk, je wordt door wie jezelf omringt. En ik denk dat wat social media bijvoorbeeld doet, als je kijkt naar Facebook, als jij, jij kan je eigen leven controleren door te controleren wat jij liked, wat jij loft en waar je op comment op Facebook. Als jij nu wil leren hoe je websites moet maken, ga je op Google zoeken naar websites, ga je die websites de grootste websites zoeken op Facebook, ga je daar liken, commenten, weet ik veel wat? Binnen een week zie je alle advertenties van mensen die jou kunnen helpen om websites te maken. En dat is heel eng, want het kan jou achterna gaan zitten. Maar het kan ook heel goed zijn als je weet wat het is en hoe je het moet gebruiken. Dan kan je eigenlijk je eigen realiteit creëren. Waar het heel eng is, is in mensen die extreem racistisch zijn. Extreem weet ik veel zijn, want die gaan alleen maar meer krijgen van wat ze al weten. Waardoor het de haat kan vergroten. Maar goed, ik denk dat dat zo'n klein deel is van de populatie. Als je kijkt hoe we nu leven en hoe we honderd jaar geleden leefden... Of 500 jaar geleden. Het is een stuk vriendelijker, allemaal, ongeacht de terroristen en de angst die de media naar ons probeert te verspreiden. Australië, Canada, United States, Nieuw-Zeeland, United Kingdom staan op nummer 1. Maar dat is ook wel een beetje logisch, want we zoeken voor het woord vegan. Dus het woord vegan is natuurlijk uh, ja, door Engelstalige landen meer gezocht dan door onze landen. En in die lijst staan wij op nummer 16. Dus dat vind ik ook niet eens slecht. Uh, de zoekterm veganisme daarentegen is nog niet zo sterk. Wat ook betekent dat wij gewoon nog een beetje achterlopen. Als je kijkt naar de markt in Amerika en hoe dat ontwikkelt en hoe dat groeit, is echt bizar. En als je op het internet leeft, dan zie je dat, want je krijgt het constant mee. Als je dat niet doet, dan, ja, dan zie je dat niet helemaal. Maar je ziet gewoon wel, het is duidelijk aan het opkomen sinds 2012 naar nou waar het nu is. Hoe het kan dat het in januari 2004 de hoogste piek heeft gehaald, daar ben ik heel benieuwd naar. Daar heb ik helaas geen antwoord op. Kan het niet zijn dat het vegan gewoon voor Nederlandst? Dat zou heel goed kunnen, denk ik ja. Ja, daar heb ik meer zo over nagedacht. Ja, ik denk dat dat het wel is. De Vegan Entrepreneur Community. Dit is een Facebookgroep, die ben ik begonnen. Deze meneer zit er ook in. Jij ook. Ja, daar heb ik ze ook ontmoet. Dus dat was heel erg leuk. Um, en met elkaar proberen we alles een beetje beter te maken. En elkaar een beetje te helpen. En we hebben op dit moment 553 members van over de hele wereld. Waarvan er denk ik zo'n 20 echt actief zijn. Waarvan er meerdere mensen. Deze jongen bijvoorbeeld, die heeft, uh, die heeft coaching bij mij. Hem heb ik ontmoet via een Facebookgroep in Vegan Amsterdam. En die twee wonen nu samen op de Canarische eilanden. Dus dat komt allemaal door de vegan entrepreneur community. Het zijn echt mensen die op internet actief zijn. We kunnen echt dit gebruiken om hele grote netwerken, communities te bouwen om samen hele coole dingen te doen. En dat is mijn ambitie met de vegan entrepreneur. Een aantal voorbeelden van mensen uit de vegan entrepreneur. Dit is Sayona Viane. Zij komt uit Leeuwarden en zij heeft een videotje gemaakt van gewoon vegan bij de Jumbo. Deze video heeft 7500 views. En voor degenen die het nog niet gezien hebben, zoek hem gewoon op. Vegan Jumbo uh, bij de supermarkt. Want wat zij doet, is ze gaat gewoon de Jumbo in en ze laat eventjes alle dingen zien in de Jumbo waarvan je misschien niet wist dat ze vegan zijn. En ze vertelt dus de mensen wat moet je doen. Zij geeft gratis educatie aan mensen die over willen stappen naar een veganistische wereld in de vorm van entertainment wat je lekker thuis op de bank kan kijken. Ideaal, perfect, maar... Zij doet nog veel meer. Ze is nu bezig met Dutch Vegan Magazine. Een magazine wat uh, eigenlijk het veganisme gaat promoten. We hebben wel het magazine van de veganistische organisatie. Maar je kan duidelijk zien dat dat een heel verouderd iets is ten opzichte van de jeugd. De jeugd is niet zo aangesproken daartoe. Terwijl wat zij doet is heel erg leuk en ziet er gewoon ook heel leuk uit. De eerste editie is inmiddels af. Dat is de koffer. En mocht je lid willen worden, mocht je haar willen ondersteunen... en mocht je willen dat dit groter wordt... want uiteindelijk, de markt bepaalt alles. Als niemand dit magazine wil kopen, als niemand de veganisten ondersteunt... en er is geen markt, kunnen de veganisten ook niet doorgroeien. Dus als je zegt, weet je, je hoeft niet alleen het magazine te kopen voor jezelf... je kan ook zeggen, ik denk dat we een betere veganistische wereld moeten hebben... en er moeten meer platformen komen, meer mensen. Dus, ik wil ook wel zo'n magazine. Stuur haar dan even een mailtje, at gmail.com. Um, Volgende held is Koen van Assen. Koen van Assen helpt mensen met de transitie naar een plantaardige lifestyle. Door ze uh, te leren hoe ze moeten eten. Wat ze moeten eten. De kwantiteit die ze moeten eten. Hij is personal trainer. Um, en is nu zichzelf ook aan het ontwikkelen met yoga. Hij maakt allemaal positieve mindset filmpjes. En uh, ja, geeft heel veel tips over dat soort dingen. En op dit moment, uh, hij is in april begonnen met het idee, ik wil ondernemen. Heeft hij zijn baan opgezegd, had eigenlijk geen geld, had eigenlijk helemaal niks. Heeft de stap genomen. Een paar maanden later zit hij op Gran Canaria. Leeft hij daar met dus die jongen die ik, die ik ook vertelde, ook vanuit de groep. En daar traint hij mensen. En daar is hij nu begonnen. En in Gran Canaria zijn de levenskosten gewoon goedkoper. Maar goed, hij heeft internet, het is digitaal. En nu is hij bezig om zijn eigen bedrijf aan het opbouwen. Terwijl zijn maandelijkse kosten gewoon veel lager zijn. Omdat hij lekker samenwoont met twee, drie andere jongens. In Gran Canaria, elke dag in de zon, aan het sporten en maaltijden, maaltijdadvies aan het geven aan mensen. Uh, hij heeft ook een YouTube-channel waarop je zijn journey kan volgen. Dus mocht je dat leuk vinden, uh, zoek hem op. En daarna hebben we Leonor Le uh, Leus. 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 Um, Leonor is architect en zij is heel erg bezig met moderne architectuur. Ze doet op dit moment de ja, opleiding tot architect. Maar daarnaast is ze ook nog bezig... Met Veganizer BXL. En wat Veganizer doet via social media, via de, het netwerk wat ze daar creëert, creëert ze de mogelijkheid om naar een restaurant te gaan en zeggen. hé, hey, ik heb voor jullie een uitverkocht restaurant in een pop-up diner met vegan eten moeten we maken. En jullie krijgen de training, jullie krijgen vegan chefs die jullie gaan opleiden in dit event. Jullie hebben de gasten voor het pop-up diner. Jullie zijn winstgevend vanaf het moment dat jullie willen komen, want wij brengen de community en jullie krijgen een introductie over wat veganistisch eten. Dus zij heeft een businessmodel gecreëerd wat winstgevend is voor de ontvanger vanaf het begin. Dus wat is de reden voor het bedrijf om het niet te doen? En die volging, die community weet ze op te bouwen door op het internet actief te zijn. Terugkomen dus bij een nieuwe wereld en een menselijke evolutie. De manier hoe we communiceren is uh, totaal Anders. Even kijken snel naar de tijd. Ja, oké. Okay, ik heb nog 15 minuten. Um, leer deze nieuwe wereld begrijpen. Investeer niet in dingen. Kleding, auto's, weet ik wat. Maar investeer in jezelf. Zoek de mensen op die jou verder kunnen helpen. En investeer in jezelf om jezelf voor te bereiden. Want dit gaat alleen maar groeien. Voor slechts een euro per dag kan je al beginnen met het leren van deze skills. Ik werk samen met een internetmarketingplatform En dat is niet van mij. Ik, ik help hun gewoon met het opzetten van. En voor die tools... Het kost 30 dollar per maand en dan kan je leren hoe je je website moet bouwen, hoe je een blog moet bouwen, hoe je die skills moet doen. Uiteindelijk hoef je het niet zelf te doen, maar het is wel verdomd makkelijk als je weet waar je over praat. Dus die basis skills leren heeft gewoon een enorme waarde, uh, ook al wil je het later niet zelf doen. Leren hoe je moet praten met computers, communiceren met computers, gebruik moet maken van computers en het internet en die technologieën. Als je weet hoe het werkt, kan je het ook makkelijker omzetten in resultaten. Um, ik ga het heel snel even over het businessmodel van YouTube. Uiteindelijk simpelweg: je pakt de aandacht en hoe kan je dan geld verdienen. Omdat we niet zoveel tijd hebben en ik nog maar een QA wil gaan, doe ik het even zo. Verkoop je eigen producten aan het publiek wat je hebt gecreëerd. Affiliate marketing, zoals ik doe voor dat platform wat ik je net liet zien. Uh, jij verkoopt een product, zij hoeven de marketing dus niet te doen. Jij doet de marketing voor hun. Op die manier is het een win-win. Jij krijgt een klein percentage en zij krijgen de rest. Adverteerders, sponsoren, net als kitesurfen. Ik creëerde aandacht, ik had een marktwaarde. Mensen willen mij geld geven omdat ze hun willen linken aan mijn imago. Consultancy, als je natuurlijk weet hoe dit allemaal werkt, er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben naar het omschakelen van hun bedrijf naar deze wereld. Of het creëren van een betere uh, presence op het internet. Dus daar kan je consultancy doen of zelfs je eigen media agency starten. Wat veel meer werk is dan dat ik in eerste instantie dacht. Uh, waar begin ik? Denk je dan? Deze presentatie duurde mij nogal lang voordat ik wist wat moet ik vertellen. Want ik denk dat ja, wat is social media is eigenlijk het belangrijkste onderwerp en wat is de wereld waar gaat het naartoe. Ik ben een e-boekje aan het uh, maken nu. Die wordt binnenkort gelanceerd uh, voor iedereen die hier zit en die hem gratis wil hebben. Stuur mij een e-mail met het onderwerp e-boek en dan uh, stuur ik je die toe plus een drie uurige cursus over de basisprincipes van het ondernemen op internet. Um, tot slot wil ik nog afsluiten met alles is mindset. Wat je denkt is puur perspectief wat je jezelf geeft. Net zoals voor veganisme, na veganisme. You don't know what you don't know. In principe exact hetzelfde. And you're only one choice away. Jij bepaalt wat je zelf wil doen. Dus dan blijft mijn vraag. Hoe ga jij een betere toekomst bouwen? Dankjewel. Hey, check it.